Hoe werkt de stuurwielbediening in de Opel Corsa? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel model of met uitleg over een Opel systeem. Nou, ben je nieuw, je bekijkt ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. En vergeet niet om abonnee te worden, zo krijg je als allereerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. En deze video ga ik dus uitleggen hoe de stuurbediening werkt van de nieuwe Opel Corsa. Nou, we hebben meer video's gemaakt van de Opel Corsa. Bijvoorbeeld van de hele mooie sportieve Opel Corsa GS-lijn. Ik zal hem hierboven uitdrukken, uiteraard ook even linken, zodat je deze in alle rust kunt bekijken. Nou, zijn er vragen, kun je die heel makkelijk hieronder intypen. Of je kunt uiteraard een mail sturen naar klantencontact@liewesrode.nl. Nou, en hoe werkt nou de stuurbediening in de nieuwe Opel Corsa? Dat laat ik je nu zien. Nou, hier zitten we dan dus in de nieuwe Opel Corsa. En de Opel Corsa is dus echt een populair model van Opel. Hij is leefbaar in verschillende uitvoeringen. Dan praten we over de Edition, de Elegance en de GS-lijn. Nou, we hebben daar ook verschillende video's van gemaakt. Ook bijvoorbeeld van de Edition-uitvoering. Die zal ik hier bovenaan uiteraard ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Nou, als je het stuur wil zien, dan zien we hier aan de rechterkant knoppen en aan de linkerkant. En dan begin ik aan de rechterkant. En dat is eigenlijk allemaal voor het audiosysteem. Want met deze kan ik inderdaad harder en zachter van het geluid doen, bijvoorbeeld van de radio of van een nummer die op dat moment ook speelt. Dan zijn in deze rondje, in dit cirkel, zijn ook verschillende knoppen. Bijvoorbeeld deze knop kan ik het geluid op mute zetten, dus het geluid stil is. En hier kan ik dus naar verschillende bronnen toe. Als ik op deze knop druk, je kan het ook op het scherm zien achter, dan kan ik dus hiermee heel snel naar Bluetooth, USB, iPod of radio. Kan ik daar uiteraard mee switchen. Het systeem die we hier gebruiken is dus het navigatiesysteem van de Opel Corsa. Uiteraard zijn voor de Corsa dus verschillende systemen leverbaar. Dan praat je standaard over de Radio 5.0 versie. Nou, daar hebben we ook een video van gemaakt. Die zal ik hierboven uiteraard ook even linken. Je hebt een multimedia systeem. Die is bijvoorbeeld Apple CarPlay en Android Auto. En je hebt ook nog een navigatiesysteem. En dat is deze. Daarnaast is ook nog in het premium pakket is het 10-inch scherm nog leverbaar. Die heeft dezelfde diameter als navigatie. Maar aan de zijkant zitten daar nog touchscreen knoppen. Nou, en met de pijltjes die hierboven staan, kan ik eigenlijk de voorkeurssenders kan ik daarbij langs. Of ook als ik bijvoorbeeld via een USB-stick of muziek luister via de Bluetooth, kan ik hier ook een nummer verder of een nummer terug. En met de middelste knop en het vinkje kan ik dus op OK drukken. En bijvoorbeeld als ik de radiosenders wil veranderen, kan ik dus hiermee zoeken naar verschillende radiosenders die ik in de zenderlijst heb staan. En als ik op een gegeven moment zeg van nou die wil ik dan luisteren, druk hier op het vinkje en dan gaat hij naar die radiosender toe. Aan de linkerkant hebben we hier nog twee knopjes. Linksonder is eigenlijk voor de telefoon. Daar kan ik de telefoon mee opnemen als ik een inkomend gesprek heb. Of als ik hierop druk, dan kan ik ook naar bellen toe gaan. En hier linksboven, daar is eigenlijk voor de spraakbediening. Wanneer ik deze knop ingedrukt hou, dan zijn er dus verschillende mogelijkheden die ik kan doen. Ik kan een navigatiebestemming invoeren, als ik dus een navigatiesysteem op mijn auto heb. Daarnaast kan ik ook bijvoorbeeld de temperatuur ook verhogen, door middel van de klimaatknop die dan op de auto aanwezig moet zijn. Maar kan ik ook een nummer bellen die in mijn contacten staat. En ook kan ik bijvoorbeeld een andere radiosender opzetten. Nou, sommige functies daarvan zijn dus niet in combinatie met elkaar. Die dus wel meebesteld worden op de auto. En aan de linkerkant, daar bevindt zich dus de cruise control. Nou, de cruise control zit eigenlijk standaard bijna op elke Opel Corsa. We hebben ook een video gemaakt van de cruise control, maar dan ook op andere modellen van Opel. Die zal ik hier uiteraard boven ook even toelinken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken hoe dat allemaal werkt. Nou, dit werkt dus eigenlijk als volgt. Er zijn een aantal knopjes en om de cruise control eigenlijk op standby te zetten, dan bedienen we dit knopje voor. En als we die ingedrukt hebben, dan zien we, het is een beetje ver weg, maar dan zien we daar in het scherm linksboven een wit lampje verschijnen met drie streepjes. Nou, dan staat hij eigenlijk op standby. Nou, wanneer ik nou ga rijden en ik zal bijvoorbeeld 100 km/u gaan rijden, dan kan ik dit tandwieltje naar beneden klikken, even een paar seconden vasthouden en dan wordt het cruise control automatisch ingesteld. Nou, dan zie je inderdaad ook daar ook de snelheid zie je dan ook staan en het lampje verandert ook van geel naar groen. Nou, wanneer ik bijvoorbeeld harder wil rijden, nou, dan mag ik tegenwoordig niet meer harder dan 100 in rijden in Nederland. Maar als ik voor 80 gesteld heb en ik wil wat harder rijden dan 100, kan ik hiermee wat harder of weer naar beneden weer wat zachter, wat snelheid verminderen. Dus dan kan ik hiermee regelen wanneer de cruise control is ingeschakeld. Die bovenste knop is ook nog een resume functie. Dus stel voor als je op de rem drukt en de cruise control gaat eraf, kan ik eventjes omhoog doen en dan pakt hij de laatste snelheid, pakt hij inderdaad ook weer op. De cruise control gaat er dus af, zoals ik al zei, als je op de rem drukt, maar je kan ook op deze knop drukken. En daar gaat de cruise control er ook af. Of op deze, daar gaat die helemaal af. En dan verschijnt ook het witte lampje. Eigenlijk de standby knop, die verschijnt dan ook uit beeld. Dan zit hieronder nog een knop. En dat is eigenlijk de begrenzer. En als ik die kan instellen, dan kan ik bijvoorbeeld inschakelen. Ik zeg van nou, ik wil bijvoorbeeld niet harder rijden dan 30 km/u. En dan kan ik die instellen op 30.
Dat wil zeggen, als ik bijvoorbeeld een woonwijk inrij en ik stel die in op 30, dat ik gewoon gas geef en dat ik gewoon niet harder kan dan 30 km per uur. En aan de rechterkant, aan de rechtsonder, daar bevindt zich nog de knop MEM. Die staat voor Memory. Nou, wanneer je die knop indrukt, dat is een hele handige. Want op elke Corsa houdt hij dus bij hoe hard je mag rijden. Nou, wanneer je bijvoorbeeld de cruise control ingesteld hebt, bijvoorbeeld op 80, je houdt hem dan maar eventjes weer af. Want dan moet hij wel, eerste keer moet de cruise control ingeschakeld worden. En daarna rijd ik bijvoorbeeld een weg op waarbij ik 100 mag. Dan kan ik deze indrukken en dan geeft hij aan van, je mag hier 100 km per uur. Druk nog een keer op MEM. Om deze snelheid te bevestigen. En als ik dan nog een keer op deze knop druk, dan wordt de cruise control ingesteld op 100 km per uur. Nou, dat is super makkelijk, dat je daarmee ook exact de juiste snelheid kan instellen, hoe hard je daar ook mag. Let er wel op, hij past zich dus niet aan. Dus stel voor als je daarna bijvoorbeeld op een weg rijdt waar je 50 of 80 km mag rijden, ja, dan zal je niet snelheid weer afnemen. Nou, het middelste knop, ja, die heeft nu eigenlijk geen functie bij deze auto. Maar als deze auto bijvoorbeeld voorzien was van een winterpakket, dus een stoelverwarming en stuurverwarming, dan is hier nog de knop van de stuurverwarming. En daarvoor heb je dus een lekker warm stuur. Ook een ideale optie is dat. En daarnaast zijn op Corsa natuurlijk ook de mogelijkheid tot adaptieve cruise control. En dat woord wil zeggen inderdaad dat hij de snelheid dus automatisch aanpast aan de voorligger. Dus zal de voorligger dus iets vaart afnemen, zul je zien dat de auto ook wat vaart afneemt. Zo kun je altijd diezelfde afstand bewaren. Nou, als laatste zit hier onderuit uiteraard de klakson. Nou, die is natuurlijk heel makkelijk wanneer ik daarop klik. Dan gaat inderdaad de klakson af. Nou, daar mag je natuurlijk niet overal mee doen. Maar die zit dus hier verborgen achter deze knop. Nou, en voor de rest zit hieronder nog een hendel om de stuur nog in te stellen. Wanneer ik deze hendel naar beneden toe haal, dan kan ik de stuurwiel ook omhoog of naar beneden ook veranderen. Of van je toe en van je af. En als ik de gewenste stand heb staan, dan druk ik deze weer terug. En dan zit je stuurwiel weer vast. Nou, uiteraard bij dit laatste zal ik wel adviseren natuurlijk om dat niet tijdens het rijden te doen, maar gewoon als de auto stil en uit staat. Nou, ik hoop dat ik hiermee een duidelijke en heldere uitleg heb gegeven over de stuurbediening van de nieuwe Opel Corsa. Mocht er nog aanvullende vragen zijn, dan kun je die heel makkelijk hieronder intypen. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende keer verschijnt er weer een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem of met de presentatie van een Opel model. En uiteraard hoop ik dat we elkaar dan weer zien. Vrienden, bedankt voor het kijken en tot ziens!